Kai, tweede 1500 meter van de World Cup. Hoe kijk je erop terug? Ja, ja. Hij is niet zoals gewild. Nee. Dus het is een betere tijd dan vorige week. Maar als je gaat kijken naar de... is hij eigenlijk in opbouw pretty much hetzelfde. Alleen het ijs is hier gewoon veel beter. De omstandigheden zijn beter en er wordt veel harder gereden. Ik bedoel, er wordt hier nu 1.49 hoog gereden. Nou, vorige week kon je winnen met een 1.52.0. Dus dat is gewoon 2 seconden verschil. En dan rij ik hier nu net aan, wat is het, net iets meer dan een halve seconde harder. Dus dat is toch wel, ja, dat is gewoon kut. Hier wordt hij 15e, terwijl je vorige week 8e was. Met de wetenschap dat je hier eigenlijk met dit betere ijs echt wel hoger dan 8 had kunnen worden. Dus dit is, vind ik niet best. Dat vind ik ervan. Nee, maar je ziet wel, het zijn 2 wedstrijden die je hebt gereden, maar zie je het ook wel als een leermoment voor je eigen carrière? Ja, nee, uiteraard, weet je. Dus je, natuurlijk, ik wil je hartstikke graag winnen, daarvoor sta ik hier. Weet je. Ik wil goud om mijn nek hebben, maar dat is niet elke keer realistisch. En zeker op onze leeftijd met de concurrentie die er is, moet je gewoon, moet alles kloppen. En vandaag klopte gewoon niet alles. Weet je, die moment, dingen neem je mee, weet je. Ik weet gewoon waar het fout ging. Ik weet precies op welk moment ik wat deed, wat fout ging. En dat bespreek ik met mijn coach. En dat gaan we de komende paar races iedere keer fine-tunen. Verbeteren zodat het niet meer fout gaat. Boek dicht naar de volgende wedstrijd? Zekers. Okay, dankjewel, succes. Hoi.